aan tafel Mirjam Bouwens van Afvallen Junior. Welkom. Dankjewel. Ik zit even naast mij te kijken. Ja. En Fien, wat heb jij aan? Nou, ik weet het niet, maar ik denk dat Mirjam daar wel iets meer over kan vertellen eigenlijk. Ja, nou, Afvallen Junior is dus een programma wat kinderen met koekjesbuiken, kinderen met overgewicht of zelfs obese kinderen helpt om een gezond gewicht te bereiken. En daar hoort niet alleen praten over eten bij, maar ook af en toe een kookworkshop. Ja. En dan hebben we die schorten op. Dus een speciale schort. Een speciale schort. Dat is eigenlijk afvallen een beetje op een actieve, een interactieve manier. Ja. Ja, de Afvallen Junior is een methode die ik heb ontwikkeld. En waarin we kinderen nou eens op een leuke manier, moet het leuk zijn om bij mij te komen en te leren afvallen. En maar hoe kan dat leuk gezin zijn? Ja, omdat de Afvallen Junior geen dieet is. Wat je wil is dat die kinderen iets meekrijgen voor de rest van hun leven. Dat ze niet van, oh, dan komen ze bij mij van, mag zeker nooit meer patat. Of ik mag zeker bij jou niet meer snoepen. Nou, vind ik best een logische reactie. We hebben de M&M's voor je klaargezet hoor. Dus als je er eentje wil, dan misschien moeten we ook deelnemen aan een workshop. Ik dacht ook al om die maar eventjes weg te zetten. Oh, nou, is het dan echt zo dat je nooit eigenlijk mag snoepen? Echt wel. Of chips? Of? Echt wel. Dat denken de kinderen en het valt het zo meteen helemaal mee. Want dat doen we natuurlijk allemaal gewoon wel. En we gaan gewoon gebak eten op een feestje. En we gaan gewoon eens in de week patat of pizza eten. Maar hoe kan je dan dat allemaal doen en dan toch afvallen? Sporten. Het ook. Het gaat ook over bewegen. Ja, jij doet zo. Maar het gaat ook over bewegen. En dat vinden de meeste kinderen ook heel leuk. Het gaat erover wat eet je, wanneer en hoeveel. Ja. Ik kan het natuurlijk niet maken van elke dag een zak M&M's. Dat is goed. Want dat is natuurlijk niet goed. Maar voor niemand goed. Ook kinderen die heel ietjes prietjes zijn, is dat niet goed. Ja, nee. Maar als jij een, wat wij dan noemen, een yummy moment hebt, dan gaan we lekker snoepen. En we hebben dan zin in een zakje M&M's of in chips. Lekker doen en lekker van genieten. En hoe vaak heb je dat dan, zo'n yummy moment? Hoe vaak mag je dat hebben? Eén keer in de week hebben we een klein yummy moment. En één keer in de week een groot. En dan zeggen we ook tegen de moeders. En dan moet je ook echt zorgen, mam, dat dat in huis is wat jij het allerlekkerste vindt. Hmm. Oké, dus dan wordt het wat makkelijker gemaakt. En dan wordt het makkelijker. En dan, als jij dan zin hebt in een moorkop, dan wordt het een moorkop. En wanneer is een kind te dik? Dat kun je bij kinderen niet zo zeggen. Bij ons kunnen we bijvoorbeeld zeggen bij een volwassene, bij een BMI boven de 25 bijvoorbeeld. Maar dat werkt bij kinderen niet zo. Dat moet je echt bij de kinderen berekenen. Dat zijn afkapwaardes voor de groeicurve. Dus daar heb ik zo niet een eensluidend antwoord op. Nee. Het moet echt bij het kind gemeten en berekend worden. En kinderen met zware botten? Ja. Daar ben ik nou heel benieuwd naar. Wat is de mythe achter de zware botten? Achter de zware botten. Vind ik een hele goeie, Nou, ik heb er laatst nog met op een oude avond over gehad. Als je ouders hebt die alle twee te zwaar zijn, dan heeft een kind 34% kans dat hij ook te zwaar wordt. Dan denk je, dat is heel veel. Dat is ook veel. Zo'n kind heeft een verhoogde kans als beide ouders overgewicht hebben. Maar 34% betekent ook 66% niet. Ja. Dus met interventie, en dat doet Afvallen Junior, met interventie kun je heel veel bereiken. Zo'n kind hoeft niet te zwaar te worden. Hoeft niet een toekomst tegemoet te gaan. Want daar komen veel kinderen voor bij mij. Ze worden gepest op school. Maar pesten is heel ernstig. Ja. Daar gaat heel veel mee naar beneden. Heel veel zelfvertrouwen. Dat heeft effect op alles. Op het leren, op het presteren, op alles. Ja, dus overgewicht is niet alleen lichamelijk heel naar voor kindjes. Maar ook heel erg mentaal. Ja. Ja. Maar een heel groot effect. En denk je ook dat de spelletjes van tegenwoordig, dus computerspelletjes, de tablet, smartphones, nou ja, noem allemaal maar op. Heeft dat ook nog invloed op gezondheid van kinderen? Ja, het werkt wel het minder bewegen in de hand. Ja. Dus een van de dingen die we bij de aanname bij het eerste gesprek ook al gaan constateren, hoeveel schermtijd heb jij? Ja. En dat is inderdaad TV, de DS, het gamen, het zitten. Ja, dat komt echt wel aan de orde. Maar want het lijkt me ook dat het gewoon gezond is, ook voor kinderen, om gewoon hup lekker buiten te gaan spelen. En heel veel kinderen, want daarmee ondervang je toch al heel veel overgewicht, denk ik. Ja, zou je zeggen. Dat is ook niet in het eerste consult, niet in het tweede, maar al heel snel komt aan de orde van, hoe gaan wij lekker meer bewegen? Ja. Ja. En wat zie je nou bij kindjes? Hoe lang begeleid jij ze en hoe snel gaan ze dan vooruit, om het maar even zo te noemen? Ja, nou dat heb ik een keer uitgerekend. En in het eerste half jaar van het programma valt ze gemiddeld 10,56% af.
Dat is heel veel. Zo, dat is echt heel veel. Ja. Dus dat is echt resultaat. En daarna, want je hebt, in het begin is het natuurlijk een intensief programma, zien we elkaar elke week. En daarna, 2 weken om de maand, dan gaan we dat afbouwen. Want ja, het kind moet het zelf doen, met behulp van de ouders. Je ziet deze map, dat is allemaal materiaal voor het kind. Elk consult hebben we iets leuks. Maar we hebben ook een map met materiaal voor ouders. Als we het met het kind hebben over die suikers in die M&M's, dan hebben we met, voor de ouders wat verdiepend materiaal. Ja, dus het afvallen met een kind gaat niet alleen om het kind, maar eigenlijk om het hele gezin. Ja. En merk je dan ook dat de kinderen het steeds weer leuk vinden om terug te komen? Ja, ja, dat is dus het mooie. Kinderen zijn enthousiast over heel veel verschillende werkvormen. Dan doen we een quiz, dan kijken we naar een filmpje, dan hebben ze een opdracht. Dan hebben we, gaan we etiketten lezen, gaan we met een loop gaan bekijken wat er zit er nou in. Dus we leren echt wat. Ja, ja. En hoe denk je dat dit verder gaat? Zal het aantal kinderen met overgewicht blijven toenemen? Of zal het een beetje hetzelfde blijven, hoe verwacht? Nee, jij dat het helaas zal... zijn de cijfers zo. Het is heel jammer dat ik in een groeiende markt zit. En waar denk je dan dat dat aan ligt? Als je nu kijkt van dat we in 2 generaties, zeg maar in 30 jaar, is het aantal kinderen met overgewicht is met 25% toegenomen. Ja. En dat helaas zijn die cijfers nog steeds stijgende. Ja, en toch echte videospelletjes. Nou, ja, wat is er mis met bomen klimmen en hutten bouwen? Maar het is niet alleen dat bewegen, dat is absoluut een hele belangrijke component. Maar ook heel belangrijk is, kinderen krijgen veel te veel suiker binnen en veel te veel verzadigde vetten. Ja, is dat dan een zwaarwegende oorzaak, het eten? Is dat, weegt dat zwaarder dan het bewegen? Het aantal eetmomenten, de hoeveelheid eten, maar de verkeerde keuzes maken. Ja. Ja. En dat is dus het leren van welke keuzes maak ik. Ja. Ik kan kiezen tussen metworst en ik kan kiezen kipfilet. Ja. Dus het leren kiezen. Dat is altijd een afweging. Ja. En nou, dan ben ik als laatste nog wel even heel benieuwd. Als jij nou 1 goede tip voor ouders en kinderen zou moeten uitspreken, wat zou het dan zijn? Ik kan op heel veel manieren beginnen. Maar mijn insteek bij het eerste keer is altijd van begin eens met anders te drinken. Drink je dun, Drink, laat eens even wat frisdrank achterwege. 1 glas frisdrank, gemiddeld 90 calorieën. Ja. Neem er 5 per dag. Ja. Dus jullie horen het, minder frisdrank, iets meer bewegen en iets minder videospelletjes. Dan zijn we al een heel eind. Het lijkt wel goed streven. Dankjewel. Okay. Dankjewel.